Onze eerste spreker is professor Dr. Ines Mijn-Germijs. Ze is hoogleraar aan de KU Leuven. Ze is hoofd van het Center for Contextual Psychiatry. Zij bloggen overigens ook twee wekelijks voor Psychosenet met hun onderzoeksresultaten. En vandaag ligt ze toe hoe de Experience Sampling Method aan de hand van apps kan ingezet worden om meer inzicht te krijgen in de problematiek van de cliënt. Ik geef heel graag het woord aan u. Ik kan niet doorgaan. Dankjewel, Brenda. Ik wil inderdaad vandaag graag iets vertellen over hoe we eigenlijk de persoon centraal kunnen zetten als het gaat over ja, hoe kennen we, leren we nu beter kennen wat het probleem is en wat er met iemand aan de hand is. Diagnose, Brenda zei het net al, het gaat over ja, eigenlijk onderzoeken wat is er met iemand aan de hand is. Welke problemen spelen hier, welke klachten zijn er. En traditioneel zijn we in de psychiatrie dan eigenlijk gaan we uit van een gesprek. Een gesprek tussen een behandelaar en een patiënt die vertelt wat er met hem of haar aan de hand is. In sommige gevallen gaan we daar nog een aantal testjes bij doen. We gaan misschien iemand zelfs een keer in een scanner leggen. En we veronderstellen dan dat dit allemaal bijdraagt tot een beter inzicht in wat er met een persoon aan de hand is. De vraag is of dat het werkelijk zo is. En de vraag is ook of dat we op deze vandaag, 21e eeuw, niet nog andere dingen moeten en kunnen doen. En ik ga het vandaag hebben over technologie. Apps, maar ook wearables. Kan je mensen een Fitbit laten dragen om te laten kijken hoe actief iemand is. Je kan allerlei dingen doen. En ik noem dit nu omdat ik ook wel een heel duidelijk verhaal wil vertellen wat er wel en niet kan of waar in mijn ogen dit wel of niet kan bijdragen. U hebt misschien recent in de krant gelezen, er is een artikel denk ik in de Morgen verschenen, dat ging over wat men noemde digital phenotyping. En digital phenotyping is een term die gelanceerd is door Thomas Insel, dat is een grote naam in de Verenigde Staten. Iemand die heel lang daar aan het hoofd is geweest van NIMH, dat is het instituut dat geld geeft voor onderzoek. En hij zegt wel, in deze tijd, mensen hebben allemaal een smartphone en als we die smartphone gebruiken, die kan ons heel veel informatie leveren. Die kan ons iets zeggen, we kunnen kijken hoe mensen het schermpje aanraken, hoe snel iemand reageert. We kunnen kijken naar hoe iemand beweegt, we kunnen daar heel veel informatie uithalen. En volgens hem is dit de toekomst van de psychiatrie, namelijk we gaan modellen kunnen ontwikkelen waardoor dat we op basis van wat jij allemaal met je smartphone doet, kunnen voorspellen of iemand wel of niet bijvoorbeeld depressief zal worden. En dat is het idee van digital phenotyping. We gaan op basis van die informatie iets kunnen zeggen over het individu. Daar wordt nu heel veel fuss rondgemaakt. Ik sta daar eigenlijk kritisch tegenover. Enerzijds omdat ik mij de vraag stel of dat dit wel zo realistisch is, dat op basis van die informatie we werkelijk zo'n voorspelling zouden doen. Maar vooral ben ik kritisch, stel zelfs dat dat allemaal kan en stel dat we inderdaad zo'n modellen kunnen ontwikkelen, denk ik dat ons dit eigenlijk helemaal geen stap verder brengt. Want wat we vergeten hierbij, of wat we dan doen, is eigenlijk heel erg blijven vasthangen in de klassieke benadering van de psychiatrie, waarbij eigenlijk het individu, de patiënt, een soort passieve ontvanger is van wat ofwel een behandelaar of een algoritme, een wiskundig model, vertelt wat er met jou aan de hand is. En ik denk juist dat digitale technologie kan helpen om die verhouding tussen behandelaar en patiënt te veranderen. En dus wat we nodig hebben, is dat we eigenlijk in dat hele verhaal de ervaring van de persoon aan bod laten komen
en ook de context waarin die ervaringen zich afspelen. En dus ik denk dat die digitale revolutie ons kan helpen om de patiënt centraal te zetten en de ervaring centraal te zetten. En dus eigenlijk ga je in de relatie tussen behandelaar en patiënt en familie, ga je de ervaringen, ga je de persoon de expert maken van zijn eigen ervaringen en dat mee aan de tafel brengen. En dus we gaan eigenlijk niet op zoek naar een digital phenotype, maar we gaan op zoek naar een interactief fenotype. Hoe gaat iemand om, of hoe verhoudt iemand zich tot zijn context? En de context is breed, dat is niet alleen de familie, de sociale context, maar dat is ook hoe verhoud je je tot, ben je in de maatschappij, heb je een zinvolle activiteit? Ben je bezig met dingen die voor jou belangrijk zijn? Om dat interactief fenotype te kunnen meten, is een van de dingen waar wij in ons wetenschappelijk onderzoek mee bezig zijn, de experience sampling methode. Dat is een methode waar dat we eigenlijk mensen regelmatig in hun dagelijks leven gaan bevragen. Typisch geven wij mensen een app. Vroeger was dat een potlood en papier, een dagboekje. En we vragen mensen om 10 keer per dag, gedurende 6 dagen, op willekeurige tijdstippen, te antwoorden op een aantal vragen over hoe het op dat moment met hen gaat. Dus je gaat eigenlijk echt een soort film maken van het leven van iemand. En die vragen die zijn heel concreet over dat moment. Op dit moment voel ik me somber, voel ik me opgewekt, voel ik me tevreden, voel ik me ontspannen, voel ik me angstig. Maar ook, waar ben ik, met wie ben ik, wat ben ik aan het doen, vind ik deze activiteit leuk, vind ik het gezelschap waarin ik me bevind fijn. En dat laat eigenlijk toe om een soort beeld te krijgen over hoe het eigenlijk met iemand gaat op dat moment. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat inderdaad symptomen heel erg variëren. Dat er heel veel momenten zijn. Dus hier kijken we, dit is een aantal momenten, 20 momenten na elkaar. Dit is een intensiteit van bijvoorbeeld hallucinaties, visuele en auditieve hallucinaties. En dan zie je dat er eigenlijk heel veel momenten zijn dat het weinig aanwezig is en momenten zijn dat het heel intens aanwezig is. Dat is niet alleen bijvoorbeeld voor hallucinaties zo, ook bijvoorbeeld achterdocht. Opnieuw een voorbeeldje van een echte persoon die meedeed. En dan zie je dat op dinsdag het zo varieert, op woensdag, op donderdag. En dus je ziet heel veel variatie, waarbij sommige momenten mensen heel veel last hebben van klachten en op andere momenten helemaal niet. En dus is het al interessant om te gaan kijken, wat is er nu, wat speelt er nu op dit moment, waardoor dat die klachten meer intensief worden. En kunnen we gaan kijken, van wat speelt er, waarom is het nu zo dat op een bepaald moment klachten meer intensief worden? En dan kunnen we gaan kijken naar interne context. Heeft het iets te maken met, ben je op dat moment bijvoorbeeld onzekerder of eenzaam? Maar je kan ook echt gaan kijken naar, ja, in welke situaties is dat? Wanneer is dat als iemand juist alleen is of juist met anderen samen? Als je actief bent of juist niet? Als je je uitgedaagd voelt of als je je juist helemaal niet uitgedaagd voelt. En het is heel interessant als je dat kan in kaart gaan brengen om te gaan kijken van wat is nu het patroon van iemand. En dan gaat het zeker niet is de focus daarbij uitsluitend op symptomen, maar dan gaat het echt om oké, welke momenten voelt iemand zich goed en welke momenten voelt iemand zich niet goed en waar heeft dat mee te maken. En het interessante van deze methode is dat je dat kan doen op het niveau van het individu. Dus we spreken hier niet over de groep, maar we spreken over een individu en kunnen eigenlijk voor iedereen individueel gaan kijken wat speelt er bij jou en welke momenten, welke dingen zijn moeilijk, welke dingen zijn relevant, welke dingen zijn misschien ook, wil je misschien ook in een behandeling meenemen. We kunnen bijvoorbeeld ook gaan kijken naar hoe mensen op stress reageren.
Dit is één voorbeeldje waarbij dat je ziet, en dit is nu wel een groepsverschil, waar dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen met een hoog risico op psychose niet alleen sterker op stress reageren, dus meer negatief effect krijgen als ze stress hebben, maar daar ook trager van herstellen over de dag. Dus je kunt ook naar complexere dingen gaan kijken. Wat heel belangrijk is, denk ik, bij deze methode, is dat je ook kan kijken dat het veel meer over veel meer gaat dan alleen dat klinische herstel, waar er straks is over gepraat, maar dat het net ook gaat over wat is voor jou als persoon belangrijk en hoe kan je persoonlijk herstellen, hoe kan je ook je rol in de maatschappij opnemen. Dit is één voorbeeld om te laten zien dat we op dat vlak eigenlijk achterblijven en onvoldoende doen. Dit is een studie, nu, het is wel een studie uit Nederland, dus we kunnen onszelf nog enigszins vergoelijken en denken, misschien doen wij het in Vlaanderen beter. Dat durf ik niet met zekerheid zeggen. In ieder geval, dit is een onderzoek waarbij dat we naar een grote groep mensen hebben gekeken, 107 mensen met een psychotische stoornis die niet in remissie was, 70 die wel in remissie was en 148 controles. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar het percentage dat mensen alleen is, dan zien jullie het lichte balkje is de controlegroep, dat eigenlijk beide patiëntengroepen, zowel degene die in remissie waren als die niet in remissie waren, percentueel veel vaker alleen waren. Dus je ziet eigenlijk hier niet het herstel optreden, symptomatisch wel. De lichte groep, de middelste groep is de groep die symptomatisch in herstel is, maar er is geen verandering in hoe vaak mensen alleen zijn. Ze zijn veel vaker alleen. Ze zijn ook veel vaker niks aan het doen. En het verschil wordt nog duidelijker als het gaat over wat wij dan noemen doelgerichte activiteiten. Zijn veel minder vaak bezig met een doelgerichte activiteit. Dat is een activiteit in het kader van werk of studie of echt iets doelgericht doen. En dus, dit is nu opnieuw op groepsniveau, maar je ziet dat wat wij doen, dat wij te snel tevreden zijn. We zeggen, ja, mensen zijn in remissie, de symptomen zijn verdwenen, maar er is maar een kleine stap gezet in het proces. Het klinische herstel is opgetreden, maar op vele andere vlakken zijn de problemen gebleven. Wat we doen door deze app te gebruiken, is eigenlijk het individu de expert maken van zijn eigen ervaringen. Dus je nodigt iemand uit, of je zit samen aan de tafel met je verschillende expertises en het individu, de patiënt die zelf zijn eigen gegevens in kaart heeft gebracht, zit daar als expert van zijn eigen ervaringen en kan ook op basis van zijn eigen gegevens gaan kijken wat is hier nu voor mij belangrijk, maar ook ben ik tevreden met de therapie die ik krijg, helpt die mij wel in de belangrijke aspecten van mijn leven. Ik heb misschien minder last van mijn klachten, maar ik voel me eigenlijk nog altijd niet goed. Ik kom eigenlijk nog niet tot de dingen die voor mij belangrijk zijn. Maar de vraag is dan vervolgens, kunnen we hier ook iets mee in het kader van behandeling? Waar wij momenteel veel op inzetten, is de ontwikkeling van wat we noemen ecological momentary interventions. En wat we daar eigenlijk proberen te doen, is om de therapie ook aan te bieden in het echte leven. We zien dat het moeilijk is als mensen een psychologische therapie krijgen, vinden mensen het vaak moeilijk om dat te vertalen naar hun dagelijks leven en het eigenlijk toe te passen op het moment dat je het echt nodig hebt. En dus wat wij proberen is om die therapie aan te bieden in het echte leven door middel van de app, op het moment dat mensen het ook echt nodig hebben. Wat je hiermee creëert is dat je eigenlijk een soort 24 uur support hebt. Je hebt je therapeut in je achterzak. Maar ook dat je mensen eigenlijk echt een middel aanbiedt om tot langdurige verandering te komen, om eigenlijk nieuwe dingen die ze in de therapie leren echt te integreren in hun dagelijks leven. Momenteel hebben wij één van zo'n ecological momentary intervention ontwikkeld. Dat is de acceptance and commitment therapie in daily life. We zijn momenteel een studie aan het doen met heel veel centra in Nederland en Vlaanderen, waarin dat we naar die therapie kijken en het effect daarvan. En wat we daar bijvoorbeeld doen, is mensen hebben een aantal sessies met hun therapeut.
Dat zijn 7 sessies. En telkens als mensen die sessie gehad hebben, gaan zij vervolgens in hun dagelijks leven, krijgen zij een app waarmee zij aan de slag gaan. Dus zij gaan eigenlijk elke keer oefenen in hun dagelijks leven met de dingen die zij geleerd hebben in de therapie. Als het bijvoorbeeld gaat over acceptatie, ga je vervolgens in je dagelijks leven een aantal dagen achter elkaar oefenen met wat je geleerd hebt. En op die manier hopen wij eigenlijk dat die therapie meer effect gaat hebben, dat dat meer beklijft. Maar belangrijk, wat wij hier ook mee willen bereiken, is dat mensen eigenlijk ook nadat ze de therapie gehad hebben en met hun therapeut aan de slag zijn geweest, eigenlijk nog altijd een steuntje in hun achterzak hebben. Dat je zegt, op momenten dat je het niet nodig hebt, gebruik je het niet. Maar op momenten dat je het wel nodig hebt of dat je het nog een keer moeilijk krijgt, heb je eigenlijk onmiddellijk iets in de hand waar dat je zelf mee aan de slag kan. En op die manier denk ik dat we op deze manier belangrijk in het hele herstelproces de persoon centraal zetten. De persoon staat centraal en is zelf de expert van zijn of haar eigen ervaring. Het is een focus op het interactieve fenotype, en misschien is fenotype hier geen goede beschrijving, maar wel op de relatie van de persoon tot zijn omgeving en hoe in die relatie dingen kunnen veranderen. En we gaan eigenlijk een instrument ontwikkelen waarmee mensen zichzelf kunnen helpen. En we hebben natuurlijk vanmorgen het verhaal gehoord van de individuele verantwoordelijkheid. Daar denk ik dat dat een heel belangrijk punt is. Anderzijds is het natuurlijk zo dat hoe meer wij mensen wel instrumenten in handen kunnen geven, moeten we dat natuurlijk zeker niet nalaten om te doen. En ik denk dat we op die manier tot een gepersonaliseerde aanpak kunnen komen en er tot een herstelgerichte psychiatrie in de praktijk. En het licht is hier aan het flashen, dus bij deze ga ik het laten. Dit is het team Center for Contextual Psychiatry waar ik werk. Dank u wel. Thank you.